De BTW zal in beginsel geen kostprijsverhogend effect moeten hebben, zei minister Armand Tjeibersien van Financiën en Planning vandaag in het parlement. Volgens de bewindsman zullen alleen de consumentenprijzen van diensten die nu nog buiten de heffing van de omzetbelasting vallen, beïnvloed worden. Dit zal leiden tot een beperkte inflatie bij deze categorie van goederen en diensten. Binnen de CARICOM is Suriname het enige land dat de BTW nog niet heeft ingevoerd. De BTW zal een inflatoreffect hebben, maar het zal geen kostprijsverhogend effect hebben, omdat de ondernemers een verrekeningsmogelijkheid hebben. En het is de consument die de BTW betaalt. Dus afhankelijk van het tarief dat vastgesteld wordt, zal het inflatoreffect ook bepaald worden. Over de hoogte van het BTW-tarief wordt er nog gediscussieerd. Het percentage moet nog worden vastgesteld. We gaan voor een gebalanceerde mix, aldus minister Tjeibersien. Ik heb eerder aangegeven dat de centrale bank heeft uitgerekend dat bij een BTW-tarief van 15% het inflatoreffect als gevolg van die 15% BTW ongeveer 6% zal zijn. Ja, maar vanwege de mogelijkheid van verrekening van de betaalde BTW door ondernemers, zal het voor de ondernemers geen kostprijsverhogend effect hebben. Wij hebben nu even met 15% gewerkt, maar ik heb in mijn betoog ook aangegeven dat wij nog werken aan een aantal scenario's en dat wij daarop zullen terugkomen. Omdat in de scenario's ook tot uitkomst moet zijn wat het effect op de begroting zal zijn bij de verschillende percentages.